Gewelddadige diefstallen en plofkraken. Het lijkt erop dat een dadergroep in Eindhoven en Nuenen daar druk mee bezig is. In een periode van 3 maanden gebeurt er dit. Op 9 november 2016 wordt de inhoud van een pinautomaat met geweld gestolen bij een Jumbo-supermarkt in Eindhoven. Op 19 december is het raak bij een Plus-supermarkt, dit keer zonder buit. Op 31 december gaat het verder. De plofkraak mislukt. Zo'n 1,5 week later een plofkraak in Nuenen, zonder buit. En op 22 januari achtervolgt de politie een scooter in Eindhoven en worden er spullen gevonden die alles met een op handen zijnde plofkraak te maken hebben. Wij denken dat het 1 dadergroep is die zich hiermee bezighoudt. Het kan goed zijn dat meerdere misdrijven zijn gepleegd door de groep in verschillende samenstellingen. Het spreekt voor zich, wij willen die groep vinden en oppakken en u kunt daarbij helpen. Even terug in de tijd. Woensdagavond 9 november 10 over 9. Ineens slaat iemand met een moker op het raam. Hij weet zich naar binnen te wurmen en een flink geldbedrag buit te maken. 2 daders, waarschijnlijk jonge blanke jongens van zo'n 16 tot 20 jaar. Later werd in Nuenen deze scooter teruggevonden. Vrijwel zeker is die gebruikt bij deze diefstal. Kennelijk hebben ze de smaak te pakken, want zo'n 1,5 maand later slaan ze weer toe. Dit keer bij deze supermarkt aan het Dirigentplein in de Eindhovense wijk Tongeren. Nu wordt ook duidelijk waarom wij denken dat het een en dezelfde dadergroep is. Let namelijk op de opvallende overeenkomsten. Maandagavond 19 december. Weer een moker waarmee de ruiter met kracht uit wordt geramd. Geen buit, want de pinautomaat had een extra beveiliging, waardoor het bij een poging bleef. De medewerkster heeft er nog lang last van gehad, zo erg was ze geschrokken. Om te voorkomen dat dit nog een keer kan gebeuren, heeft de supermarkt de procedures rondom de pinautomaat inmiddels aangepast. De gelijkenissen zijn opvallend. Links de eerste keer in november, rechts de tweede keer in december. Beide keren laten ze de moker achter. Zegt dat u iets? Het gaat verder en het wordt zaterdag 31 december, Oudjaarsdag. Op deze laatste dag van 2016 is het plan een plofkraak te plegen. Oftewel het opblazen van een geldautomaat met alle risico's voor omwonenden van dien. De geldautomaat die het moet worden staat hier bij de Albert Heijn op het Cassandraplein in Eindhoven. We zien 2 jonge mannen. Eentje met gasflessen, de ander met tassen en, jawel, een moker. Ze komen duidelijk geen boodschappen doen. Maar ze worden gestoord. Een auto rijdt de parkeerplaats op. Ze houden zich even stil, lijken even te twijfelen wat nu te doen. Die automobilist kan een goede getuige zijn. Was u dat? Neem dan snel contact op. Doe dat ook als u denkt te weten wie die 2 zijn die u hier ziet afdruipen. Het bleef in Eindhoven dus bij wat wij noemen voorbereidingshandelingen. 1,5 week later in Nuenen, bij deze supermarkt aan de Parkstraat, bleef het daar niet bij. Maandagnacht 9 januari. Met veel geweld rammen ze door de toegangsdeur. 2 mannen rennen door de winkel en daar is hij weer, de moker. Een 3de man komt aanlopen met gasflessen. En let nu op wat er gebeurt. Een flinke explosie, die niet helemaal volgens plan verloopt. Ze krijgen de automaat niet open, hoe hard ze ook met de moker slaan. Minutenlang proberen ze het, zonder resultaat. En laten de supermarkt met veel schade achter. Er is nog meer beeld van deze plofkraak. Weliswaar van mindere kwaliteit dan de camerabeelden uit de winkel zelf, maar toch de moeite waard om te bekijken en te beluisteren. Let op het geluid bij de vlucht. Een scooter of motorscooter? Wie herkent het geluid en kan ons meer vertellen? Hiermee kwamen ze dus en gingen er ook met z'n 3 mee vandoor. Zo'n plofkraak is levensgevaarlijk voor omwonenden. Een gebouw met bewoners kan bijvoorbeeld instorten. Het wordt 22 januari. In die nacht achtervolgen mijn collega's op de grens van Geldrop en Eindhoven een motorscooter met 3 mannen erop. Met een rotgang gaan ze er vandoor en ze weten te ontkomen door tussen paaltjes door te rijden waar de auto niet door kan. Maar verderop op hun vlucht verliezen ze wel wat. Namelijk een koevoet en weer een moker. Een stukje verderop zien voorbijgangers later die dag nog meer interessante spullen liggen. Dat blijken gasflessen te zijn.
Al met al geen alledaagse spullen die je op een scooter meeneemt. We gaan ervan uit dat ze die avond gestoord zijn bij het plannen van weer een plofkraak. De optelsom die we u hebben laten zien speelde van november van het vorig jaar tot en met januari van dit jaar. Waarschijnlijk was steeds dezelfde dadergroep actief. Uw hulp om ze te vinden is echt belangrijk. Heeft u een vermoeden, hoe klein dan ook, laat het ons weten. Help mee de daders te vinden. Alle informatie over de verschillende misdrijven tussen november en januari kunt u nog eens terugkijken op onze website. Tippen kan uiteraard via de nummers in beeld. Help mee de daders te vinden en te voorkomen dat ze weer een keer toeslaan.